Dit moet het nieuwe festivalhart van Oerol worden, de parkeerplaats bij paal 8. Dat werd bekend tijdens de nieuwjaarsborrel op het Oerolkantoor, waar de plannen voor het festival van 2023 werden gepresenteerd. Ja, kijk, we hebben heel breed gezocht en het speelt natuurlijk al jaren. En we hebben ook naar andere locaties gekeken en op een gegeven moment vielen locaties ook af. En weet Anne had deze al een poosje in de achterhoofd en ik ook, we durfden het niet echt te zeggen. En toen uiteindelijk zeiden we het wel, er ontstond er meteen heel veel enthousiasme. Omdat dit is wel echt een plek die alleen, zo'n festivalhart kan je alleen op Terschelling vinden. Want als je om je heen kijkt, het uitzicht, de duinen, het strand erbij. En ja, je moet een klein stukje ervoor fietsen, maar het ligt precies even ver van west als Midsland. Dus qua afstand maakt het niet zoveel uit. Alleen het ligt niet langs de hoofdweg. Maar goed, dat maakt hem ook wel weer wat uniek. Kijk, de Westerkijn was fantastisch, maar was ook een grasveld eigenlijk. En dit is eigenlijk veel meer het unieke landschap wat je op Terschelling vindt. Een nieuwe locatie dus, ver buiten de dorpskernen, maar toch met omwonenden. Namelijk de huiseigenaren van de huizen in de duinen bij paal 8. We weten dat er mensen zijn die daar heel blij van worden, van Oerol. We hebben al een jarenlange ervaring met Oerol. En er zullen ook mensen zijn, mensen die al jaren huren, een huisje huren om daar in alle rust te zitten. En vanuit die rust de Oerol-locaties te bezoeken. En daar zal het toch wel grote gevolgen voor hebben. Dus dat is een beetje de vele kikkers in de kruiwagen die er zijn. Naast de nieuwe locatie van het festivalhart past Oerol nog een aantal andere aspecten aan. Zo is er komend jaar een derde minder aan theatervoorstellingen. Kijk, we kijken van, we hebben heel goed gekeken de afgelopen jaar naar de coronatijd van wat moet Oerol zijn. De roep om straattheater was heel helder, maar voor onszelf ook. Want Oerol is gelaagd, dus het bestaat uit vrij toegankelijk aanbod in de dorpen waar je naartoe kan. Het bestaat uit een levendig festivalhart en het bestaat uit de voorstellingen. Dus we hebben er echt voor gekozen om te zeggen van voorstellingen en expedities een derde minder. Ook vanwege de druk op de natuur. Dus dan hebben we minder locaties, kunnen ook makkelijker als het nodig is wisselen van locaties als er bijvoorbeeld een broedsel zit. Maar we willen ook het festival blijven voor het grote publiek. Dus dan wil je het straattheater laten zijn. Nu wil je dat er genoeg is te doen op een festivalhart. En van af het eiland was ook heel duidelijk die wens. Hè? Die hebben ze van, wat gebeurt er hier voor mij? Dus dat hebben we ook meegewogen.